Door de uitstoot van broeikasgassen verwarmt onze aarde op. En in de landbouwsector zijn ze druk bezig met zoeken naar mogelijkheden om deze te verminderen. Nieuwsgierig hoe? Kom maar met me mee. Tjeu, kun je me uitleggen wat broeikasgassen precies zijn? Nou, broeikasgassen die komen vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen. En die zorgen er in feite voor dat onze aarde nu opwarmt. Wat zijn volgens jou de gevolgen als we met onze huidige voedselproductie door blijven gaan? Als we zo doorgaan, dan zal de aarde verder opwarmen. Maar ook zullen we landbouwgrond verliezen door de zware machines die we daarvoor inzetten. En daarvoor zoeken we op dit moment oplossingen. Wat kan de landbouwsector hier dan in betekenen? Nou, de landbouwsector die kan kiezen voor lichtere voertuigen die uiteindelijk niet op diesel rijden, maar die elektrisch aangedreven worden. En daarmee los je dan in feite twee problemen op. Het probleem van de broeikasgassen en de verdichting van de bodem. Farmatronics is currently developing the e-track, an agile, lightweight and electrically powered unmanned tractor for fruit cultivation and fodder crops. As it's electrically powered, it doesn't emit CO2 or fine particles, offering the agricultural sector the chance to switch from diesel to electricity and save on staff costs. Dus er komen nieuwe mogelijkheden voor de boeren. Ja, dat klopt. En die boer die gaat merken dat hij gaat besparen op personeelskosten. Hij gaat de brandstofkosten gaat hij besparen. Maar ook zijn voertuig zal straks met de cloud verbonden zijn, dus hij kan alles heel precies volgen. Wat voor informatie wordt er dan naar de cloud gestuurd? Nou, in de cloud staat precies wat die tractor moet doen, waar die moet rijden. Maar die tractor zelf die slaat ook weer data op in de cloud. Alle gewasdata die hij opneemt tijdens het bewerken van het land. Tjö, ik ben heel erg blij om te horen dat ook de landbouwsector keihard meewerkt aan een schonere wereld. Oké, dankjewel.